Het zijn Sophie van de Lanoute, algemeen directeur van Veneco, en Elsje Sierens, burgemeester van Desselbergen, die hier de touwtjes, lees doek, in handen hebben. Niet zoals aangekondigd Zoal Demir, Vlaams minister van Energie. Het gebeurt wel eens vaker in de politiek dat woorden en daden niet samenvallen. Maar geen nood, de algemene directeur van Veneco geeft er een plausibele uitleg voor. De minister is er de afgelopen dagen, en jullie hebben wellicht ook de actualiteit gevolgd. Hij is erin geslaagd om knopen door te hakken over twee zeer actuele dossiers die ook alles te maken hebben met energie en klimaat. Het stikstofakkoord is er enerzijds en anderzijds hebben we de bouwshift. Op de beslissing wat die bouwshift nu eigenlijk betekent voor de gemeente. Nu, wij willen als Veneco ook maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale actoren aanwezig willen we werk maken van die aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. Daarom is nu het mobiel energiehuis of energieloket, zoals u het noemen wil, in het leven geroepen. Het mobiel energiehuis dat 3 jaar lang in de regio rond Gent gaat rondtrekken. Gestart wordt er in Desselbergen. En daar is de burgemeester maar al te blij mee. De gemeente is het project van het mobiel energiehuis heel genegen. Het sluit eigenlijk naadloos aan bij ons lokaal klimaatbeleid. We gaan hier nog een stap verder, want wij gaan letterlijk aan de voordeur van die mensen. Enkele jaren, mag ik wel zeggen, dromen wij van een mobiel loket dat we tot in de gemeente kunnen brengen om onze dienstverlening eigenlijk zo dicht mogelijk bij de burger te brengen, enkele drempels weg te nemen en op die manier mensen te overtuigen om echt hun woning aan te pakken. Wij konden dus met de 340.000 euro die we daarvoor van het VK krijgen onmiddellijk aan de slag. En wij zochten en vonden een mobiel loket dat we samen met onze collega's hebben klaargestoomd voor een soort van roadtrip doorheen de 18 gemeenten die zullen deelnemen aan dit project. Samen met die gemeenten hebben wij in elke gemeente een wijk geselecteerd waar het renovatiepotentieel nog heel groot is. Dat zijn telkens tussen de 200 en de 300 woningen. Ons mobiel energiehuis zal telkens 2 weken halt houden in die wijk. En vooraf, dus daar zijn we nu al mee bezig, nemen we thermografische scans. Die zien er zo uit, van alle gevels van de woningen in die wijk. Mevrouw de burgemeester, Veneco, hoe belangrijk is dat voor u? Veneco is een heel waardevolle partner voor ons. In feite zijn wij deel van de intercommunale. Ik ben zelf ook ondervoorzitter van Veneco. Wij komen regelmatig samen. Zij hebben ook expertise aan boord waar wij als gemeente gebruik kunnen van maken. Dus voor ons is Veneco wel een waardevolle schakel. En al zeker als we dan vandaag bekijken klimaat, duurzaamheid, daar zijn ze toch echt wel heel actief. En deze klimaatmobiel is vandaag onthuld, dus we zijn daar enorm trots op. Energieloket staat hier vooraan op de parking. Hoe werkt dat eigenlijk? Dat is een wagen waar we in de wijken mee rondtoeren, waar mensen kunnen op intekenen en waar wij eigenlijk mensen gaan duidelijk maken van kijk, ze maken warmtescans, ze doen een soort thermografische scan van de woning. Hier schort er iets aan uw woning op vlak van isolatie, op vlak van duurzaamheid. Hier kan het beter. Hier een schaalbalk en die past zich altijd automatisch aan op het moment dat er een foto wordt getrokken. Dus als ik bijvoorbeeld de camera in beeld zou nemen, dan is dat is een warm toestel. Warm dus beeld, die geeft hem, en de persoon die hem draagt, of de lamp die erboven zit, die geeft dan een warmere kleur dan het toestel zelf. Ja. Stel nu, ik wil mijn huis laten nakijken. Die komen dan bij u thuis. Hoeveel kost me dat dan? In feite is deze dienst gratis aangeboden. Dus wij gaan gratis naar de burger. Wij maken ook een scan van de woning. Zij kunnen dan ook in de wagen plaatsnemen. Daar wordt dat allemaal mooi bekeken. En dan wordt er een offerte opgemaakt. En op basis daarvan gaat de burger dan wel moeten kijken van kijk, hier of daar zal ik mee faciliteren. Wij kunnen hen ook leiden naar premies. Want vaak zijn er ook bepaalde zaken die premie gerelateerd zijn. Dus wij willen eigenlijk die burger op een optimale manier gaan
informeren, gaan ontzorgen en gaan mee op de kar krijgen. Want wij hebben ook wel wijken in onze gemeente waar we met oudere bouwschil zitten. Dus waar echt wel werk moet gemaakt worden van een betere, een duurzamer oplossing. En daarvoor is dit mobiel energieloket wel een stap in de goede richting. Dat is een foto die genomen geweest is. Dus wij zien op de thermografische scan dit beeld, maar er wordt elke keer ook een foto genomen met datzelfde toestel. Dus dat kan je een mooie vergelijking maken. Dat kan iedereen ook direct zijn eigen woning goed herkennen en de ramen of de vlakken goed herkennen. En in dit geval wordt er hier een schaal opgesteld. Dus de schaal is tussen 12 graden en 7 graden. We nemen de onderste temperatuur, is in de meeste gevallen de buitentemperatuur, omdat we daar het verschil moeten gaan zien. Dus we moeten eigenlijk op die foto het warmteverlies gaan bekijken. Dus in dit geval kan je zien dat de ramen een hogere temperatuur geven dan de buitentemperatuur. En dat komt omdat daar dus verlies op zit, of dat dan maar... Maar omdat dat dubbel glas is en geen hoogrendementsglas. Dit is de thermografische scanner. Die meet in feite een warmteverlies op de warmte van de materialen. In dit geval gaat hij een meting geven van de binnentemperatuur. Kijk, bijvoorbeeld hier kan het verschil zien van de warmte die mevrouw nu afstraalt. Dus het is de bedoeling dat we op die manier onze mensen, onze burgers, meekrijgen in het verhaal van... Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan een beter milieu, aan een beter klimaat. CO2-uitstootreductie, als we die gevels beter kunnen isoleren, als we die hoge rendementsbeglazing kunnen aanbieden, dan is dat toch allemaal een stap in de goede richting om naar de toekomst te kijken en om ook als lokaal bestuur ons steentje bij te dragen in een beter milieu.